In deze film ga ik aan de slag met het olieverf filter En dat filter dat vind je hierboven bij filter, stileer en dan olieverf. Zie je dat nog niet staan? Ja, dat zou eventueel kunnen. Het kan ook zijn dat het licht is in plaats van donker. En dat ligt aan je videokaart. Adobe heeft namelijk een samenwerkingsverband met een aantal makers van videokaarten. En dat zijn videokaarten met een chip van Nvidia. Um, heb je nou niet zo'n kaart? Ja, dan kun je pech hebben. Of heb je een kaart die niet aan die range voldoet, dan kun je dus pech hebben. Eventueel staat er onderaan de film een link naar een artikel met welke videokaarten er allemaal ondersteund worden. En als je die dus één hebt, dan kun je gebruik maken van dit olieverffilter. Nou, ik ga nog niet klikken, ik ga eerst even iets anders doen. Ik ga namelijk eerst mijn laag dupliceren. En dat doe ik deels uh, voor de film, maar ook deels dat ik mijn origineel behoud. En dat doe ik met de sneltoets Ctrl J. En ik noem deze laag door erop dubbel te klikken: olieverf. Nou, dit filter ga ik dus aanpassen. Ik ga een klein beetje inzoomen, dan zul je het iets meer kunnen zien in de achtergrond. En ik ga het filter openen: stileer, olieverf. En je krijgt er een klein minuutje bij. En je ziet op de voorvertoning en in de achtergrond al meteen wat er gebeurt. En je hebt in dit filter dus een aantal opties. Zo heb je onder andere bij Penseel de stilering. En daarmee ga je eigenlijk bepalen. Uh, wat voor stijl er wordt toegepast. Zet je hem helemaal naar rechts, dan krijg je een uh, vrij rigoureuze, uh, ja, vrij wilde stijl. En zet je hem helemaal naar links, dan is het eigenlijk vrij netjes, net geen pointilisme. Dat is namelijk weer iets anders. Maar ik laat hem even uh, gewoon een beetje in het midden staan. Daaronder heb je de netheid. Nou, die staat bij mij vrij ver naar rechts. En dat betekent dat er ook vrij nette borstelstreken gebruikt worden. Zet je hem naar links. Dan zie je het effect al. Het wordt namelijk allemaal wat ruwer. Daaronder heb je de optie schalen. En daarmee bepaal je eigenlijk de grootte van stilering en netheid. Zet je die naar rechts, dan zie je wat er gebeurt. En zet je die naar links, dan wordt de schaal kleiner. En is alles ook gewoon veel fijner. En dan heb je nog de optie penseelharen. Nou, dat spreekt een klein beetje voor zich. Het aantal haren op een penseel, dat bepaalt natuurlijk ook een stukje de grofheid. Ik vind daar op zich zelf niet zo gek veel in te zien. En dan heb je de belichting. Je moet het zien, de verf ligt nu eigenlijk een beetje op je foto. En als je daar vanaf de zijkant op schijnt, dan krijg je dus allemaal kleine schaduw en hooglichten op je foto. Als ik het bijvoorbeeld uitzet, dan wordt het een heel stuk vlakker. Kijk maar bijvoorbeeld in dit dak. En zet je het aan, dan krijg je die structuur gewoon zichtbaar. Daar kun je ook nog een hoek in bepalen. En ook nog de hoeveelheid schittering. Eigenlijk is dat een soort van extra detail. En ik ga hem zo even laten. Ik druk op OK. En je ziet dat het filter wordt toegepast op de hele foto: van bovenin tot onderin. En dat is eigenlijk niet zo fraai. Want deze foto heeft uh, drie zones, zeg maar. Je hebt bijvoorbeeld hooglichten in de foto, je hebt bijvoorbeeld schaduwpartijen in de foto en je hebt de dingen die daartussen vallen, en dat zijn de middentonen. Nou, en ik wil toch eigenlijk wel gewoon een klein beetje controle hebben over wanneer mijn olieverffilter toegepast wordt en met welke waarden die toegepast wordt voor die verschillende zones. En ik ga je uitleggen hoe je daar meer controle in kunt houden. Allereerst selecteer ik de laag achtergrond in dit geval, want dat was de laag waar mijn olieverf niet op toegepast is. Ik gooi die laag van olieverf even niet weg, want ik wil dadelijk nog gewoon dat je het vergelijk ziet. En ik dupliceer deze laag drie keer. Wederom met de sneltoets Ctrl J en ik druk hem gewoon drie keer in. Op de bovenste laag zeg ik hooglichten, de middelste laag die noem ik middentonen. En de onderste laag noem ik donker. Nou, de laag olieverf mag even naar beneden en mag uit. En ik ga gewoon aan de slag. Ik zet één laag aan plus de achtergrondlaag. En het is belangrijk dat je die achtergrondlaag hebt. Ik ga namelijk uh, een selectie maken op basis van overvloeien. En met overvloeien gaat er eigenlijk een effect toegepast worden. En wordt er gekeken naar de onderliggende laag. En in dit geval is de onderliggende laag dus achtergrond, want de andere lagen staan uit. Ik ga dus een effect toepassen op de laag-hooglichten. En met overvloeien ga ik beschermen dat dat gewoon niet toe wordt gepast in de middentonen en in de schaduwgebieden. En hoe ga je dat doen? Nou, je dubbelklikt erop: op een leeg stuk in de laag. En ik ga gewoon eerst eens een kleurbedekking erop zetten. En heel je laag wordt dan gevuld met een kleur. Nou, ik ga in dit geval voor uh, weet ik veel. Laten we een frisse kleur kiezen: geel. En ik ga er dus voor zorgen dat dit alleen maar te zien is in de hooglichten. En dat doe je hierboven bij opties voor overvloeien. En dan heb je hieronder twee sliders. En wij gaan werken met de onderste slider. Want deze gaat kijken naar de onderliggende laag. En ik ga hier eigenlijk zeggen van nou, we gaan het gebied beschermen vanaf de onderliggende laag met de donkere partijen. Dus de donkere delen in de foto, die moeten bewaard blijven. En dan zie je dat de kleurbedekking langzaamaan alleen maar op de hooglichten wordt toegepast. En als je ongeveer bent waar je wil zijn, dan kun je stoppen. Eventueel kun je de alt nog ingedrukt houden en het pijltje uit elkaar trekken, zodat het allemaal iets geleidelijker gaat verlopen. En op die manier heb ik dus een kleurbedekking op alleen mijn hooglichten. En ik druk op OK. Ik zet deze vervolgens uit en ik zet de middentonen aan. Ik dubbelklik op een leeg stuk. Ook hier maak ik een kleurbedekking. Niet van geel, want anders wordt het verwarrend. Laten we gewoon groen kiezen. En ik ga ook een klein beetje in een uh, donkerdere tint zitten. Ik ga naar opties voor overvloeien. En ik ga ervoor zorgen dat uh, uit mijn onderliggende foto de hooglichten dus beschermd zijn. Die worden nu weer zichtbaar. En met de Alt ingedrukt trek ik de pijltjes uit elkaar zodat het wat vloeiender wordt. En ook de onderliggende laag. Want ik ga natuurlijk dadelijk ook mijn schaduwpartijen doen. Ik vind dit wel aardig. En ik druk op oké. OK. Ook deze laag zet ik weer uit. En ik zet mijn laag donker aan. Ik dubbelklik in een leeg stuk. Ik ga naar kleurbedekking. En ik kies in dit geval. Nou, wat hadden we net? We hadden geel, we hadden groen. Laten we eens voor blauw gaan. Ik kies een donkere kleur. Blauw-paars. Ik ga naar opties voor overvloeien. En ik sleep deze gewoon helemaal naar links. En trek hem een klein beetje uit elkaar. Zodat in dit geval eigenlijk alleen de kleurbedekking wordt toegepast op de donkere delen. En ik druk op OK. Zet ik ze nu allemaal aan. Dan zie je dat mijn foto eigenlijk bijna gevuld is. Uh, nog net niet helemaal. Er zit hier nog een klein randje blauw bijvoorbeeld. Nou, ik kan uh, wederom terug door op een leeg stuk te klikken. En dan kan ik dat nog gewoon even netjes bijregelen. Totdat mijn hele foto eigenlijk gewoon wel is ingedekt. Ook in de middentonen zit nog een klein foutje hier helemaal bovenin. Dat is ook gewoon vrij makkelijk weer aan te pakken. En klaar. Dit is dus de selectie van deze drie lagen waarop ik dadelijk het schilderij toe ga passen. Ik heb echt het donkerblauwe paars voor de donkere tonen van de foto. Ik heb het geel voor de hooglichten van de foto. En ik heb het groen van de middentonen. Nou, dat moet je even in je achterhoofd houden. Want je kunt hier gewoon weer heel makkelijk al die kleurbedekkingen uitzetten. En dan lijkt het alsof er niks aan de hand is. Laat ik eens bij de hooglichten beginnen. Ik selecteer gewoon de laag en ik ga inzoomen op een gebied bij mijn hooglichten. Want daar wil ik het dadelijk ook toepassen. Dus daar wil ik ook zien wat er gebeurt. En ik ga naar het filter, stileer, olieverf. En ik druk even af. Je ziet dat het gewoon al niet overal wordt toegepast. Hou je de spatie ingedrukt, dan kun je nog over je foto heen gaan. Maar je ziet, um, ja, er zijn bepaalde delen waar het dus niet in zit. Zoals hier de auto. Dat zijn echt de donkere stukken van de foto. En ik ga hier gewoon een klein beetje spelen met de waarden. Ik wil op zich wel een vrij licht iets. Het mag allemaal niet te erg lijken, want het zijn de hooglichten die trekken de aandacht. Dus dat ja, wil ik toch wel een beetje gestileerd, netjes en met niet al te veel schittering. En ik druk op OK. Je ziet dus dat dit gewoon puur en alleen in mijn hooglichten is toegepast. Als je bijvoorbeeld de kleurbedekking nog even aanzet, dan zie je dat uh, hier bijvoorbeeld onder de bomen helemaal niet uh, geel zijn. Zet ik de kleurbedekking weer uit, je ziet wel wat kleine gele puntjes. Maar dan zie je dat daar ook het filter niet op is toegepast. Het zit wel hier in het lichte gebied van het huis, maar het zit bijvoorbeeld niet op het grijze dak ernaast. Ik ga ik naar de midden tonen. En wederom, als ik voor kleurbedekking kies, dan zie je allemaal wat groen is. Daar moet het dus invloed hebben. En ik druk op. Ik moet wel even de laag selecteren. Ik druk op Filter, Stileer en Olieverf. Nou, hier wil ik graag wat minder. Van alles, dus daar zet ik gewoon alle waarden wat lager en ik druk op ok. Zet ik nu mijn middentonen erbij aan, laat ik even naar een gebied gaan waar bijvoorbeeld ook middentonen zaten. Ik zie trouwens dat de selectie wel wat aan de grove kant is, dus die maak ik even wat kleiner door te dubbelklikken op het gebied en ik ga mijn hooglichten nog net iets meer beschermen. Zet de kleurbedekking nog even aan voor het gemak. Ik heb bijvoorbeeld hier rechtsboven wel uh, stilering staan. En zet ik hooglichten erbij aan, dan heb ik opeens ook bijvoorbeeld in de lucht de stilering erbij. Want daar zitten de echte hooglichten. Heb ik er al twee gehad, ga ik door naar de derde. En dat is donker. Dat zat voornamelijk bijvoorbeeld hieronder bij de auto's. De laag is geselecteerd. En ik ga naar Filter, Stileer, Olieverf. En ik ga wederom ook daar nog een keer aan de slag. En laten we het hier gewoon eens een klein beetje uh, erger maken, zeg maar. En het is gewoon een kwestie van even uh, spelen met de waarden. Goed, nou heb ik ze alle drie gehad en kan ik ze alle drie aanzetten. Zoom ik nou in, dan zie je dat ik eigenlijk gewoon een keurig gestileerd schilderij heb. Maar ik ga nog een extra stap doen. Ik ga even naar mijn laag achtergrond en met Ctrl J dupliceer ik die weer. En deze noem ik verscherping. En die sleep ik even helemaal naar boven. En ik ga hier een high pass verscherping over doen. Eerst doe ik even wat andere dingen. Ik zet de dekking van de laag van normaal op lineair licht. En ik zet de dekking ook gewoon even een klein beetje lager. En ik ga naar filter, overige hoogdoorlaat. En ik kies een, een straal uit waarbij mijn detaillering eigenlijk gewoon overeind blijft. En dat zal meestal ergens rond de 4 liggen. En ik druk op oké. OK. Hou je nu even de Alt ingedrukt en druk je op het oogje en zet je de dekking even terug. Dan zie je dus gewoon de inhoud van die laag en deze laag is in kleur. Nou, daar heb ik weinig zin in, dus ik druk op Ctrl-Shift-U om daar alle kleur in één keer uit te halen. De Alt ingedrukt houden, weer op het oogje klikken, maakt alle andere lagen zichtbaar. En ik verlaag de dekking naar iets waarvan ik denk van, hé, hey, dit is wel fraai. En deze detaillering zet je bijvoorbeeld uit. Je ziet, het maakt net het verschil. Ik selecteer even al mijn lagen van dit oliefilter, dus dat is verscherping. Die staat al geactiveerd en met de Ctrl ingedrukt selecteer ik daar ook hooglichten, middentonen en donker bij. En als ze alle vier geselecteerd zijn, druk ik op Ctrl G om ze in een groep te zetten. En laat ik deze groep ook eens olieverf noemen. In principe, als ik nu de achtergrond uitzet, dan uh, is het effect wel wat minder, omdat er nog een klein beetje doortekening was. Dus laat ik hem gewoon aanstaan. Maar de, de tussenliggende laag olieverf hou ik de Alt ingedrukt en klik ik daarop. Dit is dus het filter waar Photoshop zelf in één keer over de hele foto mee kwam. En als ik de andere lagen aanzet, dan zie je dat ik gewoon zelf de invloed heb gehad op verschillende gebieden. En dat ik dus ook gewoon veel meer controle en een veel mooier olieverfschilderij schilderij heb gemaakt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei doei!